Goeiedag, bonte kleuren op deze foto was maandagochtend het geval met wat blauwe lucht en wolkenvelden en vaak ook wel veel wolkenvelden. Er waren ook grote verschillen maandag, want in het westen van het land werd het rond de 22 graden, terwijl het in het oosten en zuidoosten nog ruim 27 graden kan worden, lokaal zelfs meer dan 28 graden. Inmiddels is die koele lucht wel terrein aan het winnen en zijn de temperaturen ook in het oosten aan het dalen. Ja, veel bewolking was er toch van tijd tot tijd wel aanwezig, maar soms ook die opklaringen en die wolkenvelden, dat is eigenlijk een zwakke storing die koudere lucht inluidt vanuit het westen. Vanavond, vannacht en ook morgen zal de temperatuur natuurlijk niet meer zo hoog gaan oplopen, omdat die koelere lucht steeds meer terrein wint. Vannacht kan er zelfs ook nog wel een enkele bui vallen, dat kan vanavond al gebeuren. En dinsdagochtend, ja, dan komt er vanuit het westen nog wat onstabiliteit onze kant op en dat levert ook wat buien op. En die buien die zullen geleidelijk aan boven land wat meer activeren. Kunnen we hier mooi zien, maar trekken dan Duitsland in en dinsdagmiddag is het vrijwel overal droog en komt er ook steeds meer zon. Vannacht wolkenvelden en opklaringen met lokaal een enkele bui. Temperatuur is vrij hoog nog steeds, 15 tot 17 graden en een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. De wind die draait aan zee naar het noordwesten, maar morgen overdag is hij toch vaak ook gewoon westelijk. Matig wel van kracht rond windkracht 4. En de temperatuur die zal morgen niet zo hoog meer oplopen. Het wordt 19 of 20 graden in het noorden, landinwaarts rond de 22 graden. En zoals gezegd, er gaat een buienlijntje passeren in de loop van de ochtend. In de middag heel misschien dat er nog in het zuidoosten een enkele bui valt. En de dagen erna, nou, doen we het met wat gematigde temperaturen. Woensdag ook rond de 20 graden. Een noordelijke wind staat er dan, maar wel zonnige periode. Vanaf donderdag gaat de temperatuur weer omhoog. En in het weekeinde en ook de vrijdag, dan zal de temperatuur uit gaan komen, zo rond de 25 graden. Er zijn de flinke zonnige perioden. Nog een fijne dag.